Lüye bari. Bırakın boş. Gidiyorum. Boş. Gidiyorum. Gidiyorum. Moet ook wat over. Goeie. Goeie. Ja. Lekker? Veel lekkerder als Nederlands eten. Nou, lekker. Ja. Dat is wel lekker. Ja, ja. Heb ik van mijn moeder geleerd. Heb je moeder al een tijd niet gezien? 2 jaar. Ik heb er al 2 jaar niet gezien. Nou ja. Dat komt wel weer. Ik wil vanavond iets Nederlands voor je koken. Speciaal voor jou. Iets wat ik nog nooit heb gekookt. Waarom maak je geen hutspot? Wat is dat ook alweer? Gestopte aardappelen met uien en wortel. Zal ik het je leren? Nee, ik wil je verrassen. Ik ga maar naar de bibliotheek. Dan kan ik vast wel een Nederlands kookboek lenen. Goed idee. Ik ga met je mee. Waarom? Misschien wil ik ook een boek lenen. Goedemiddag, kan ik u helpen? We willen boeken lenen, dat kan. Maar we zijn nog geen lid. Dan gaan we dat in orde maken. Heeft u uw legitimatie bij u? Paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs? Alsjeblieft. Ya, kok tanya di kantor ada apa enggak? Ya Bang Adi bilang ya betul lah. Ada, ya. Iya ada lah. Orang kok tanya di mana enggak tahu lah harus. Ya, bilang enggak ada aja. Pertanyaan kau salah. Di kantor ada Pak Bos gitu. En bij het raam vindt u informatieboeken. Daar links achterin is de afdeling voor de jeugd. Oh ja, alles is op alfabetische volgorde. En we hebben ook boeken in andere talen. In die hoek daar. En tijdschriften en kranten in verschillende talen. Ik kom voor een Nederlands kookboek. Oh, leuk. In die hoek daar, daar staan de kookboeken. Kunt u mij ook zeggen waar de reisboeken staan? Natuurlijk. Derde pad links. Derde pad links. Dank u wel. Bedankt, tot straks. Tot straks. Zeg, waarom wil jij reisboeken lezen? Heerlijke stamppot maken. Weet ik. Dat is zo lekker. Heb ik van mijn moeder geleerd. Heb je moeder al een tijd niet gezien? 2 jaar. Ik heb er al 2 jaar niet gezien. Nou ja, dat komt wel weer. Ik wil vanavond iets Nederlands voor je koken. Speciaal voor jou. Iets wat ik nog nooit heb gekookt. Waarom maak je geen hutspot? Hutspot. Is dat ook alweer? Gestampte aardappelen met uien en wortelen. Zal ik het je leren? Nee, ik wil je verrassen. Ik ga maar naar de bibliotheek. Dan kan ik vast wel een Nederlands kookboek lenen. Goed idee. Ik ga met je mee. Waarom? Ada. Ria Par. Kan ik u helpen? We willen boeken lenen, dat kan. Maar we zijn nog geen lid. Dan gaan we dat in orde maken. Wat die heeft u doen? Wat zijn dat hier? Rijbewijs, identiteitsbewijs. Umbrella. Alsjeblieft, dank u wel. U kunt boeken gaan zoeken. Intussen maak ik uw pas. Kunt u ons ook iets vertellen? Op de bordjes vindt u informatie. Er staan daar computers waar u informatie kunt vinden. Recht voor u staan de Nederlandstalige romans. En bij het raam vindt u informatieboeken. Daar links achterin is de afdeling voor de jeugd. Oh ja, alles is op alfabetische volgorde. En we hebben ook boeken in andere talen. In die hoek daar. En tijdschriften en kranten in verschillende talen. Ik kom voor een Nederlands kookboek. Haji. Leuk. Haji. In die hoek daar, daar staan de kookboeken. Kunt u mij ook zeggen waar de reisboeken staan? Natuurlijk. Derde pad links. Derde pad links. Dank u. Bedankt, tot straks. Tot straks. Zeg, waarom wil jij reisboeken lezen? Staan de Nederlandstalige romans. En bij het raam vindt u informatieboeken. Daar links achterin is de afdeling voor de jeugd. Oh ja.
Alles is op alfabetische volgorde. Ja. En we hebben ook boeken in andere talen. In die hoek daar. En tijdschriften en kranten in verschillende talen. Ik kom voor een Nederlands kookboek. Oh, leuk. In die hoek daar, daar staan kookboeken.